Oké, als jullie dit tekenboek vinden ergens in het in een van de winkels en jullie zien deze naam, Da Vinci erin staan, maak een foto en twitter hem. Zou cool zijn. Wat heb jij? Kerstmuts. En we lopen hier in het donker. Het begint heel snel donker te worden hier in het park. En overal lichtjes. We gaan nog even een keer in de vogelrok. Maar mijn poten doen zeer. We weten het niet. Alleen Robin weet het dat mijn poot zeer doet. Maar dat zien we dan wel. En ja, je kan niet schaatsen zuren. Tenminste, als je kan schaatsen lijkt het me wel een leuke attractie. Maar als je een beetje moeite hebt. Dan moet je dit maar niet gaan proberen. Ja, proberen kan altijd. Nou, we gaan dus richting de Vogelrok. Voor de derde keer gaan we erin. Lekker even een dark ride. Maar dat is eigenlijk best wel raar, want je gaat in een dark ride terwijl het hier ook donker is. Maar ja. Ik moet nog even een dingetje kopen. Nou, het is best wel fijn zo. In het donker. Best wel apart met al die lichten. In het donker, dames en heren. Dat is wel Ritje Python in het donker. Ik ben benieuwd, er is geen hond te bekennen. Het lijkt naar de Eskimo. Kom, ik heb het best wel koud. En dan is het lekker als je dan lekker een beetje een warmtebron kan creëren. Hè? Ja, zeker weten. Kom maar, gaan we samen. Sorry. Maakt niet uit. Gooi het wel van me af. Let it go. Let it go. In de Fata Morgana als afsluiting. Lekker, gezellig, heerlijk bootritje. Tochtje eigenlijk, hè. Hoe gaaf is dit shot? We staan hier gewoon lekker s'avonds in Efteling bij de Aquanura. We gaan, is dit de Chesto remix? Nee, die komt pas de 16e. Oh, die komt de 16e. Ik wil de kerstbellen. Echt waar? Ja. Oké, de kerstremix. Daar gaan we even op wachten. En daarna gaan we heerlijk terug naar Tilburg. Lekker wat eten in de Dunne Company. Want ja, hier heb je alleen maar patat. En dat is allemaal zo'n standaard kipcorn kroketje, weet je wel. We hebben gewoon iets lekkers. Dus wachten we even. Hey, de lichten gaan aan. Of waren die al aan van die keer? Die gaan nu aan. Zeker weten, voor show. Nou mensen, we gaan genieten. En jullie gaan zeker een stukje van zien. We staan hier achter bij het theater. Jullie verwachten bij de ingang, maar dat is een beetje cliché. Dus daarom doen we het hier bij de ingang. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ook namens deze geweldige mensen hier. Bedankt allemaal! Hey! Het was een heel leuk dagje. En we gaan nu lekker kebab eten. Kebab! Nogmaals bedankt voor het kijken. Door een tweede afsluiting, want we kwamen net een groep tegen van bekende mensen. Die gingen mee naar Disneyland. En zij vond het wel apart, want ze had mijn video gezien op mijn gamekanaal. En ze zegt, hé, dat is ook toevallig, gaat hij ook morgen naar de Efteling? Nou, wij ook. En nu hebben ze aangetroffen en dat was heel toevallig. Efteling Freaky! Dus als je dit ziet, dan noem ik je naam eventjes. En jongens, zijn we een beetje kapot? Ja, heel ja. Back-up. Ja. Hoeveel stappen hebben we gelopen? Want hij heeft het bijgehouden met een telefoon. En we hadden net op 20.000 stappen? 22.200 en... 49. Dan doe ik even één keer zo. Ja, wacht. Zoveel stappen hebben wij gelopen in het magische park. 22.000 stappen. Ja, inderdaad. Dus ga niet. Hoeveel kilometer dat is? Heel graag. 18,33 kilometer en dat is 1430 kilocalorieën. En hoeveel kilometer zei je? 18,34 kilometer. 18,34 kilometer hebben wij gelopen in het park. Maar is het zoveel? Ja! De grafieken komen op Twitter, jongens. Oké, is goed. Nou, dat is leuk om te weten dat we gewoon de hele dag hebben gelopen.
Niet naar me kijken, dat moet je.